Wij zijn aangekomen in Harderwijk. En in Harderwijk gaan wij kijken hoe gastvrij zijn ze hier nou eigenlijk. Want wij gaan namelijk 12 uur proberen te overleven zonder geld. Niks, 0 euro. We gaan alles proberen. Ontbijt, avondeten, middageten, leuke dingetjes doen. We gaan kijken hoe gastvrij iedereen hier is en of ze ons daarin willen gaan helpen om een leuke dag te beleven in Harderwijk. Het is nu precies 10 uur en ik heb wel zin in een ontbijtje. Ja. Heb jij ook zin in een ontbijtje? Ja, ik eigenlijk ook. We hebben niks ontbeten nog. We hebben dit ook nog nooit gedaan. Nee, dit is voor ons heel spannend. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat is en helemaal in deze tijd. Ja, zeker. We hebben natuurlijk een crisis van alles meegemaakt. Ja, de dus, prijzen zijn flink omhoog gegaan. Dus een colaatje vraag je niet meer voor 1 euro. Een colaatje kost in één keer 2,50 euro tot 3 euro. Ja. Als het niet duurder is. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben wel gespannen. We hebben dit nog nooit gedaan. Nee, ik hou niet van experiment. Ja, ik hou ook niet van... Het is gewoon bedelen. Bedelen hou ik helemaal niet van. Doen wij niet. Nee, wij eigenlijk... houden eigenlijk onze pas er tegenaan. Ja, het is wel goed, laat ja, maar. Precies. Wij kopen dat zeik af dan. Ja, maar precies. Nu even een keer We hebben helemaal niks. We hebben ook onze pinpas niks bij helemaal ons. Helemaal nee, dus we moeten echt zien te overleven. 12 uur lang. En anders moeten we naar huis om eten te halen. En we zijn in Harderwijk, dus een stukje nog van ons rijden. Half uurtje, valt mee. Ja, maar we gaan er gewoon alles aan doen om het wel te lukken. Ja, dus we hebben wat leuks. Filmen normaal met deze camera. Ik denk voor zo'n video wat wij nu willen opnemen, moet het zo groot mogelijk lijken. Ja, het moet een beetje op tv lijken ofzo. Precies, of zo. En daarvoor heb jij een mooie gimbal soort van ja. En dan ziet het er al gewoon wat professioneler uit als hij hier zit en die microfoon erbovenop. Het is gewoon een soort van AliExpress dingetje, ja. Maar we prepareren hem en dan snappen jullie een beetje wat ik bedoel. Ja. Dat denken wij, ja. Dat gaat helpen, dat ja. Nou, ik moet zeggen, dit ziet er geloofwaardig uit. Als je zo op je gericht staat, dan heb je het gevoel dat het te veel lang is. Ja, ja, een soort van. Ja. Nou, laten we een ontbijtje gaan. Ja, ik heb geen idee waar we staan. Deze auto gaan we even 12 uur lang niet zien. Nee, inderdaad. En dan hopelijk met een gevuld maagje rijden we terug. Ja. Of we hebben hartstikke honger. Ja. Met een Mackie klappen. Ja. Maar dat kan niet, we hebben geen pimpers. Dat wordt thuis nog een uur rijden, precies. Nou, we gaan. We zijn de straat nog ineens uit en ik zie hier al een soort station. Willen we het gelijk vragen? Ja, wat willen we? Een ontbijtje, colaatje, ja, lunchje, gewoon, iets, hè? Gewoon, ja, gewoon iets van voedsel. De gastvrijheid testen. Maar nu is mijn vraag, wie gaat het vragen? Ja, ik wil wel het startschot geven. Okay? Oh, ja. Dan zijn we gewoon, dan weten we waar we aan toe zijn. Is het een restaurant of is het een kroeg? Ik denk dat het een kroeg is. Hallo. We zijn bezig met een YouTube video van het YouTube kanaal Sven en Koen. En wij zijn 12 uur aan het overleven zonder geld. Hij vroeg ons af of wij iets mogen drinken hier. Iets te eten of te drinken? Ja. Ja? Top. Oh, nice. Nou, koffietje. Hey, de eerste koffie. Ja, top. Lekker, ja. Kijk eens aan, top, hey, dankjewel. Hij zei ook nog eens, doe de groet aan Tom. Hoogstwaarschijnlijk zit Tom te kijken, want die kijkt onze filmpjes. Dat ja, is top. Zo, maar ik wist ook niet dat zo snel hier een restaurantje was. Nee, gewoon bij het station, ideaal. Hey. Proost. Proost, Pik. De eerste. Hoppa. Nu we aan het genieten zijn van een heerlijk kopje koffie en een bakje thee, is het natuurlijk tijd om op zoek te gaan naar een heerlijk ontbijtje. We zijn even verder. Bij de bank. Maar volgens mij zijn we nu wel in de buurt van het centrumpje. Een lekker ontbijtje. Ik heb wel een knorbuikje. Dus ik ben wel benieuwd of ze een ontbijtje voor ons willen regelen. Ja. Ja, apart om te vragen, maar ja, normaal betalen we ervoor, ja. Maar let's go. Hey, goeiedag. Wij zijn bezig met het opnemen van een video op een YouTube kanaal. Mijn naam is Sven, dat is Koen. Hoi. En we proberen 12 uur te overleven in Harderwijk. En we vroegen ons af, hebben jullie misschien iets te eten voor ons? Als ontbijtje? Nee is ook een antwoord. Ja, dat is wel waar. Maar, kijk, ik heb de keuken niet eens open. Oh. De keuken is nog niet open. Een broodje is ook prima. Er wordt nu naar gekeken of het eventueel mogelijk is. Ja. Ik ben nog aan het opstarten. Ik heb pas om 12 uur... Oh, de eerste? Ja, Kunnen we dan terugkomen? Kunnen we dan eventueel terugkomen? Ja, dat kun je proberen. Of maar, is het dan heel druk? Ik zal even kijken. Ja, laat me even weten. Beetje ongemakkelijk. Het is lastig. Ja, vooral deze nu. Maar nee is ook een ander. Ja, zeker. Ik heb nog geen nee gehoord. Nee, ik ook niet. Maar hij wil ook geen nee. Ja. Mogen, ja. Ik weet wel dat wij alvast een pepermuntje mogen. Ja, mag dat? Ik weet wel, toch? Nou, doen we die in ons zak. Ons noodpakket. Ons, ja. Ik heb een sausijsbroodje in de oven. Nee joh. Top. Als je een minuut of 5, 6 wacht op. Ja, wacht, mogen we er buiten wachten? Ja, gaan we, ja? Top, super. Mag je een box geven? Ja, hey, dankjewel. Hey, dankjewel. Hey, dat is tof. Eerst een ontbijtje en nog een lekker ook. Nou, dan gaan we weer. Een kusje plekje. Oh, wat nice. Zullen we daar lekker in het zonnetje zitten? Lekker in het zonnetje bij een kussentje. Toppie. Alsjeblieft. Dankjewel. Dankjewel. Nou, eet smakelijk. Lekker. Hey, dit is top. Ja, zo zijn ze bro. Top. Nou, eet smakelijk. Eet smakelijk. Bij onze bank hebben ze de kwad gestolen. Ja, bij deze bank krijgen we gratis een suizenbroodje. Hij is lekker man. Hij is echt lekker. Ik heb hem al zo snel op joh. Ik had hem ook honger genieten. Joh. Ja, echt.
Ik had niet verwacht dat het zo makkelijk lukte. Jij hebt een mooie rekenpercentage gemaakt. Ja, ik zei al van het is nu twee keer gelukt. En we hebben twee keer gevraagd, dus de slagingspercentage is 100%. Ja. Als dat geen dolfenaring, wat weet ik het ook. Precies. Word jij een gratis tattoo? Oh, piercingje. Ja, ja. Doe je neus? Ja, zo hier zo'n ringetje. Ik wil een horloge, kom maar naar binnen. Ja. Slagingspercentage 100%. Wij komen in één keer een museum tegen, stadsmuseum. We zijn natuurlijk in Harderwijk, we moeten wel een beetje... Moet weten, de geschiedenis van de stad. Precies, en ik zie hier ook openingstijden. Kinderen tot en met 12 gratis, volwassenen een tientje. Nou, zullen we vragen of wij gratis... Ik ben heel benieuwd. Goedemorgen. Goeiedag. Wij zijn bezig met een YouTube-video. Mijn naam is Koen en dat is Sven. En wij zijn in Harderwijk eigenlijk de gastvrijheid aan het testen. En dat doen we 12 uur lang zonder geld. Zonder geld. Dus wij dachten, zouden wij het mooie museum van Harderwijk mogen zien? Nou, dan ga ik even met mijn collega daarover leggen. Toch, super. Wij wachten hier, dank u wel. Kom er even mee. Ja, oh, lopen, ja hoor. Kijk maar even rustig rond. Nou, dan ga ik een rondje lopen. Ja, super. Ja, dank u wel. Het is in één keer in een bioscoopzaaltje. Wij gaan een beetje van de geschiedenis leren van Harderwijk. Ik vond het net 12 uur overleden. Ja, ik moet 12 uur overleden. Dus onze eerste activiteit. We gaan beginnen. Hop, we gaan kijken. Yo. Terwijl wij meer informatie krijgen over de geschiedenis van Harderwijk, ging opeens de deur naast ons automatisch open. Hey, dit is oprecht vet dit gedaan. Dit is wel vet gedaan. We krijgen dus nu zogezegd de sleutel. De sleutel. En de sleutel om welkom in Harderwijk. En nu gaat die deur open. Oh, jezus. Heel vet. Oh, mijn god. Dit is sick, gast! Oh. Ik had dit niet verwacht. Oh, kijk eens. Het is lekker een plekje. Oh, de schilderes niet storen hoor, want die zit in een creatief proces. Maar je kan wel even met hem meekijken. Dit is lijp, jongen, wat we net allemaal in die film hebben gezien. Zeg maar, daar zie je dan een spion en zo, dit is lijp. Oh, kijk eens, hier. Nou, hier. Kom binnen in mijn levenswerk. Heel sick. Kijk eens hier. Je kunt ook wel. Kaspellen en deze sleutel hadden we net gekregen. Harderwijk is lid van een internationaal... Nou, dit is een spelletje. Dit is gewoon een spel. Hey, moet je horen. Ik heb toch een... Oh, hij is die gast die we net in beeld zagen. Ja, heel vet. Nou, wij gaan even deze spelletjes doen. Ja, ja. Dus wij vermaken ons nu kijk wel hier. Heel vet gedaan. Super jonge Koen. Blij. Sven zit weer in de admin, hoor. Ik doe het knopje. Die hekt alweer dat hele scherm. Kijk. Het klinkt ook gezellig door de speakers. Ja, ze hebben allemaal speakers met allemaal mensen en zo. Heel sick gedaan dit. Wow, wat is dit? Dit is die dobbelsteen, zit de camera in. No, nee, oh nee, het is één. Oh, is de onderkant. Nee joh. Hoort dit? Huh? Wat lijp. Dit ziet er zo apart uit. Wat is jouw volgende kaart hoger of lager? Lager. Oh, wat lijp. Ah, jammer, ik heb verloren. Goed gedaan, jij wint. Ja, hebben wij toch weer een stukje geschiedenis gehad. Ja, Harderwijk. Vet. Nou, mag ik jullie een bakje koffie aanbieden? Ja, tuurlijk. Ja, zeker. Lekker. Ja, ja dat daar zeggen we zeker geen nee tegen. Jij weet een mooi feitje over deze boom. Ik heb twee feitjes. Eén, die meneer die ons net hielp heeft uit zijn eigen zak voor ons een bakje gekocht. Dat zei hij, dat doe ik op mijn ding. Op mijn kost en hij betaalde echt. Ja. Echt sick. En deze boom is al meer dan 250 jaar oud. Ja, dat zijn wel echt lijpe shit. 250 jaar oud. Ja, bizar. Ja. Wij gaan lekker genieten van een lekker bakkie. En dan gaan we verder op tocht in Harderwijk. Maar ik echt gastvrijheid. Zo. Monjefiek. Echt precies. Niet normaal. Ik had niet verwacht. Nog steeds slagingpercentage. 100%. Ja, namens mijn collega. Ja, dank u wel. Hoe komt Jan Splinter door de winter? Ja, ja zo dus. Ja, dank u zeer. Een lekker koekje erbij. Top, dank u wel. Dank je wel. Werk ze nog. Terwijl dat wij aan het genieten zijn van onze heerlijke gratis drankje, kunnen jullie genieten van deze prachtige droneshots. Ook hier langs en ik zie me toch een lekkere ijssalon. Dat is niet normaal. Een ijssalon. Ik zie mevrouw een bolletje ijs maken. Gewoon even om te proeven. Even om te proberen. Mag je wat vragen? Een brutale vraag. Wij zijn bezig met opnames voor YouTube naar Sven en Koen. En we proberen 12 te overleven in Harderwijk. En wij willen dat eigenlijk doen zonder geld. En we vroegen ons af, zou wij een bolletje ijs mogen voor jou? Ja, echt? Oh, nice. Lekker. Kijk eens. Ijsje. Zo. Ik denk dat jij zo zo voor die gaat. Ja, doe maar. Doe mij maar een bakje. Verjaardagstaart. We hebben wat te vieren. Goed. Toppie, dankjewel. Wij gaan ervan genieten. Succes. Hey, werk zo nog.
Hey, top. Dan voel ik je ijs. Welke is voor jou? Ik had de Macron. Ik had de Jarenstaart. Dit is Macron, denk ik. Of is dat de Jarenstaart? Lekker. Hey, ja, laten we dan ook meteen gaan zitten. Terwijl we aan het genieten zijn op het terrasje van dit heerlijke ijsje, gaan we de gok wagen om gratis binnen te komen bij het Dolfinarium. We zijn even aan het kijken of we bij het Dolfinarium naar binnen kunnen. Maar ik denk dat dat dan de eerste nee wordt. Ik heb opgezocht dat een kaartje kost €23 pp. Oh ja, zo. Dat is, dus het is wel serieus in de 20. Ja, zeker. Maar het zou fantastisch zijn als dat lukt. Dus we gaan dat proberen. En dat zie je gewoon meteen aan de overkant. Ja, dus dan, ik ben heel benieuwd. Het zou heel gaaf zijn. Ik acht de kans klein. Ik acht hem ook heel klein. Daar is de ingang waar de kaarten moeten gekocht worden. Ja, alle kassa's zijn dicht, maar ik weet niet. Oh, daar vooraan. Ik ben heel benieuwd, want hier heb je nooit de eigenaar, maar gewoon de werkmensen. Ja. Dus dat wordt weer vragen, moeilijk en ik hoop het. Ik hoop het. Zou echt leuk zijn. Echt geweldig zijn. Ik heb een hele gekke vraag. Wij zijn bezig met een YouTube-video. Mijn naam is Koen en dat is Sven. Hi. Ja. En wij zijn de gastvrijheid aan het testen van Harderwijk. 12 uur lang. En dat doen we gratis. Zonder geld. En nu dachten we van, waar staat Harderwijk onbekend? En dat is het Dolfinarium. En we hebben al een broodje gekregen bij de bank en een ijsje gehad. Dus wij dachten, lukt het ons om een kijkje te nemen bij het Dolfinarium? Dan mag je even bij de receptie vragen. Top, super, dankjewel. Gaan we dat doen, dank je. De receptie. En dat is hier. Hallo. Hallo. Wij zijn bezig met een YouTube-video van het YouTube-kanaal Sven en Koen. Mijn naam is Koen en dat is Sven. En wij zijn aan het kijken hoe de gastvrijheid hier is in Harderwijk. En we hebben al een broodje gehad en een ijsje. En wij dachten, waar staat Harderwijk onbekend? En dat is natuurlijk het Dolfinarium. Ja. Dus zouden wij gratis een kijkje mogen nemen in het Dolfinarium? Dat ga ik even navragen. Oké, okay, ja, top, super. Dankjewel. Het meest bekende in Harderwijk. Dolfinarium, ja. Zou het ons lukken? Ik ben heel benieuwd. Om daar naar binnen te komen. Ik denk het niet, want het gaat er vandaar naar hier en weer naar achter. Maar het zou wel heel gaaf zijn. Afwacht, ik vind dit wel spannend, hoor ik zeggen. Slagingspercentage is tot nu toe 100%. Ja, tot nu toe is alles gelukt. Maar lukt dit ook? Is Harderwijk dan het meest, onze eerste aflevering dan al het meest? Het Dolfinarium? Ja, ik zou ben heel benieuwd. Ziek zijn. Hoi. Hoi. Hoi, goeiedag. Hey. Ik begrijp van mijn collega dat jullie hier opnames willen maken. Oké, okay, wat verwachten jullie dan te filmen? Ja, wij willen gewoon even een rondje lopen, gewoon... Zoals iedereen, zeg we maar. We hebben een broodje gehad bij, bij de bank en we hebben een ijsje gehad. Bij het museum zijn we gratis binnen geweest. En, we hebben ontbijt gehad, we hebben lunch gehad, ijsje gehad. En nu zijn we bezig met een activiteit en we zijn op zoek naar een activiteit. Nou, we nummer 1 activiteit staat is... bekend om het Dolfinarium natuurlijk. Ja. En hoe lang hadden jullie gedacht hier te... Ja, niet heel lang. Nee. Het zal niet een hele dag zijn. Nee. Prima, want jullie even een rondje zijn lopen. Oké. En dat jullie de opnames kunnen maken. Ja. Nou! Dit belooft veel goed. Ja, echt. Ik heb er echt zin in, hoor. Ja, ik ook. Ik ben hier vroeger wel een paar keer geweest. Ja, ik ook. Maar ik had nooit verwacht dat het misschien zou gaan lukken. Nou, dan toch weer de 100% misschien. Hoogwaarschijnlijk wel. Oh, in de in de rij. Het zijn twee personen. Twee personen. Net ja, we moeten in de rij en dan mogen we naar binnen. Heel sick. Dan heb ik voor jullie een plattegrond met aan de achterkant de tijden voor de voorstelling. Top, dankjewel. Top, dankjewel. Hey, werk ze nog. Doei. Die had jij niet verwacht. Nee, ik zit een keer niet te kijken. Hey. Kijk eens, joh. Zo. Al rustig, toch? Hij is op de kop. Ken je dat filmpje dat je als je hem kietelt gaat hij lachen? Ja. Ja, dat gaat niet zo. Ja, je raadt het nooit. We staan hier ook bij de frietent. En denk ik, zegt die vrouw van Bobby, we ook net geholpen zijn. Lust jullie een patatje? Ja, op de kosten van ons. Op de kosten van ons. Ik zeg, ja, tuurlijk. Wat te drinken? Ik zeg, ja, tuurlijk. Ja. Ze zegt, neem plaats. Nou. Ja, en wat krijgen we dus? We krijgen gewoon een lekker kibbelingetje met wat te drinken. Nou, dit ik had veel toen verwacht. Toen we hiermee begonnen, dit nooit verwacht. Nee, en helemaal niet hier. Nee. Ik wist dat we bekend waren in Nederland, maar ik wist niet dat we Een drankie, koffietje, dat had ik verwacht. Ja, maar dit was wel de topper, dit. Ja. We gaan genieten, we gaan lekker zitten. Ja. En dat wordt ook nog eens gebracht. Ja. Top, dankjewel. Kijk eens, top, dankjewel. Och, dit wordt lekker eten. Eet smakelijk. Eet smakelijk, ook nog eens. Hoi. Kibbelingetje met patat. Ja, echt ziek. Nu we klaar waren met de heerlijke kibbeling, was het tijd voor de Walrussen Show. Dat is me toch een jongen, dat is niet normaal. Er komt er even eentje langs. Ze krijgen genoeg eten hier. 1500 kilo. 1500? Dat is onze auto. Onze 107 is volgens mij 900 en onze andere auto is 1100. Kijk, niet normaal. 1500 kilo. Kijk dan. Nikolaar gaat er ook op. Maar daar gaat hij. Hey.
valt er 500 kilo naar beneden. Niet normaal. We hebben een heel dolfinarium voor onszelf. Er is gewoon niemand. Nee. Maar we zijn gewoon nog steeds naar binnen gegaan. Ja. Dat is het eigenlijk. Kom je nou in één keer op vol flesje? Ja, en we hebben weer een vol flesje gekregen, jongens. Ja, weer met drinken. Ja. Gaat goed. Weer 2 euro of zo. Ja. Gaat lekker. Goed. Nou, lukt. Ja. We zijn naar de Centerparks. Hoe heet het nou? Dolfinarium. Dat was hem, ja. Nee, ja, wat uurtjes gedood daar. We hebben wat uurtjes gedood in het Dolfinarium. En wat nu? Ja, ik heb echt totaal geen honger en dorst. Ik ook niet. We hebben eten gehad, we hebben drinken gehad. We hebben een show gehad. Het was gezellig, het was leuk. Het was grappig. We hebben het bijna uitgespeeld, zou je denken. Bijna wel, hè? Wat is er nog te doen in Harderwijk? Wat wij zouden kunnen doen? Ik zit te denken alleen maar aan eten, maar ik kots het bijna uit dan. Ja, ik hoef geen eten meer. Nee. We zijn helemaal voorzien. De gastvrijheid is 100% top. Ja. Echt top. Echt, ja, we zijn geholpen. Ik had dit nooit verwacht. Nee, ik ook niet. Zelfs geen kopje koffie had ik verwacht. Nee, ik ook van niet. Van flikker op, vriend, met ja, je camera. Met je camera, boeien. Wat moet je nou... Ja, maar mensen zijn dus ontzettend gastvrij in Harderwijk. Je kan niks anders zeggen. Nee. Het begon al goed met parkeren. Zei iemand, we waren even verdwaald. Zei ze, heb je hulp nodig? Ja. Ja, echt, ik kan niks anders zeggen. Echt, top. Als we wat weten, komen we weer terug. Is een hengeltje werpen? Ik heb een hengeltje vast. We waren hier jongens aan het vissen. Ja, we hebben niks te doen, dus we vissen daar gezellig lekker mee. En heb je nog wat gevangen? Ja, een aasje. Gewoon zelf wat erop. Helaas. Vaak gooien ze gewoon een paar keer, is er niks, dan is er ook echt niks. Nee, precies. En dan ga je weer naar een andere plek. Dat gaan we nu doen. Ondertussen waren we al 2 uur aan het vissen. Helaas hebben we zelf niks gevangen, alleen een jongetje daar wel. Maar we kregen wel erg veel zin in een lekker toetje. En wij hebben eigenlijk helemaal geen honger, maar... Nee, een toetje gaat er altijd in. Een toetje is altijd wel lekker, dus ja. We gaan proberen een gratis toetje binnen te halen. Ik denk dat dat wel moet lukken. De slagingspercentage is nog steeds 100%. Maar een toetje, specifiek een ding, dus niet iets. Nee, precies. Een ding, dat kan misschien de eerste nee worden. Inderdaad, we gaan een toetje proberen te scoren. Wil ik wel een lekker toetje? Ik ben heel benieuwd. Hey, goeiedag. Goeiedag. Ik heb een vraag voor u. Wij zijn 12 uur aan het overleven, zonder geld, in Beverwijk. En dat doen we voor ons YouTube-kanaal Sven en Koen. Harderwijk. Kijk, dat gaat al heel erg goed. Aan mijn plekje. Ja. Maar we zijn dus 12 uur aan het overleven. Tot heden hebben we alles voor elkaar gekregen. Tot aan het ontbijt, toetje, avondeten, alles erop en eraan. Toetje trouwens nog niet. En we wilden vragen waar hier een toetje mochten eten. We zijn aan het Dolfinarium geweest. Ja. Deze speech ging niet zo goed. Sven en Koen. Sven en Koen. Kan je opzoeken op internet? Sven en Koen krijg je meteen. Gaan we even kijken. Ja, is goed. Dankjewel. Ja, hoor, we wachten hier. En dit is een luxe tent. Ik ook. We hebben wel een mooi uitzicht hoor. Straks bij de palmboom. Als ik dit zo film, denk je... Bij deze zaak snap ik het als het niet lukt. Ja, van we hebben geen plek. Hoe we eruit zien. De tent, de klasse van de tent, is relatief hoog. Ja, Monopoly wiel. Nee, Monopole. Monopole. Dat gaan we even vragen. Ja. Hoe spreek je het uit? Ik denk dat het wel gaat lukken. Ja? Jawel hoor. Heb ik nog één vraag voor u. Hoe spreek je het restaurant uit? Monopol. Monopol. Ja. Oké. Okay. Ah. Dan hadden we het nog fouten. Dan zijn we het fout. Monopol. Nou, dan gaan we lekker kijken. Ja, wil je vooraan zitten of wil je hier zitten? Kan. Nee, ik denk wel bij het mooie standje. Ja, helemaal goed. Even een lekker plekje. Top, dan, dankjewel. Nou, lekker. Ongelooflijk. Een toetje. Toetje, nou ook al gelukt. Nou, dan gaan we lekker. Plaatje 208. Harderwijk, wij zijn nog Beverwijk. Ik zag maar kijken, Beverwijk, zijn weer Beverwijk. Ja, Harderwijk. Harderwijk, ja. Beverwijk. Ja, kunnen we ook een keer zelfs heen misschien. Zelfs met een spraakfoutje. En zelfs omdat het restaurant de verkeerde naam noemde. En mogen hier een lekker toetje eten. Wat een toppers. Top, dankjewel. Top, dankjewel. Echt een dessertkaart ook echt. Hebben jullie ook een drankje? Als dat mag, dan zeg ik daar geen nee tegen. Die slaan we niet af. Hebben jullie iets specifieks dat je zegt, dat is echt een mooie afsluiter? Dat moet je proberen. Nee, niet per se speciaal iets, nee. Een gekke cocktail of zo, als dat zou mogen? Of gaan we nu heel gek? Even kijken. Ik heb er een aantal, dus ik weet niet, heb je zelf al een idee van cocktail? Een zoete vind ik lekker. En dan laat ik me wel verrassen. Doe mij maar een colaatje. En een colaatje, goed. Helemaal top, dankjewel. Nou, en ook nog een cocktail erbij. Nou, het gaat goed deze dagen. Ja, het gaat heel goed. Als dit overal dit is lekker goedkoop leven, hoor. Dit. Ja, echt. Als dit overal lukt, dan moeten we echt next level gaan. We moeten buitenland of zo. Als het in Nederland overal lukt. Ja, maar ja, wij kunnen weer geen Engels. Dan wordt het nog leuker. Ja, dan wordt het een aflevering. Nee, 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 nee. Ja. No money. No money. Nou, top. Nou, de setje uitzoeken. Kom een eerste cocktail. Zo blij. Dit is genoeg. Hoi, hoi. Een cola? Ja, dit is voor mij. Top, dankjewel. Ja, top. Dankjewel. Geniet ervan. Ja, gaan we doen.
Again. Proost. Hoppa. Zal dit het zijn wat er nu aankomt? Ja, dat is hem. Dat is hem. Even kijken, ik heb een choker voor je. Ja, die is voor mij. Oh, alsjeblieft, en de sorbet. Top, dankjewel. Dankjewel, gaan we doen. Sorbet. Hier word ik gelukkig van. Ja, dit is wel feestelijk. Oh. Zo, kijk eens, de pepernoten zitten er alweer bij jou. Ik ga zo genieten hiervan. Eten. Nu normaal. Heerlijk, met een mooie uitzicht. Hebben toch een lekker toetje gegeten. Het was fantastisch. Raar om weg te lopen zonder af te rekenen. Ze ruimt het af en zegt van ik zal even degene halen die wat met jullie hebben afgesproken. En helemaal top zei jullie kunnen gaan. Ja, dat is het. Gratis. Het voelt echt alsof we hem hebben geskipt de rekening. Echt. Heel sick. Nou, top. Weer gratis. Oké, jongens. Het is nog 4 minuten en de 12 uur zijn voorbij. Hij is geslaagd. Hij is zeker geslaagd. Dat had ik niet durven dromen vanmorgen dat we zo ver zouden komen. Harderwijk is echt een topplek. Ik geef het echt, ik weet niet of we een 10 al willen geven. Want we willen nog verdere plekken. Dus weet jij nog een plek dat je zegt, precies, is meer gas verder Harderwijk. Maar ik krijg voor mij sowieso nu een dikke 9. Ja. Alles is geregeld. Alles was perfect. In mijn opzicht kon het niet beter. Het is eigenlijk een 10 van het team. Maar we weten natuurlijk niet wat er nog meer kan buiten Harderwijk om. Precies. Dus weet je een andere locatie? Waar moeten we de volgende keer de gasvrijheid testen? Laat weten in de comments. Mensen, bedankt voor het kijken. Later.